Gemeente verscheurde terecht contract prostitutiezone. En 21ste Midzomergrachtfestival van start. Goedenavond, u kijkt naar uw stad nieuws. De gemeente Utrecht stond er naar recht toen ze het huurcontract voor de nieuwe prostitutiezone aan het Zandpad verscheurde. Dat heeft de rechtbank besloten nadat bouwer Bea een kort geding had aangespannen. Utrecht wilde van de overeenkomst af omdat een adviseur van Bea ernstige geweldsmisdrijven tegen vrouwen had gepleegd. Een negatief advies van het landelijk bureau Bibop, dat integriteitsonderzoeken uitvoert, was in januari aanleiding om de overeenkomst te ontbinden. Bea zegt in een reactie tegen RTV Utrecht zich niet in het vonnis te kunnen vinden. Het bedrijf wil het er niet bij laten zitten en overweegt een bodemprocedure te starten. Twee jonge kinderen zijn aan het begin van de middag gewond geraakt na een auto-ongeluk op de kruising van de Briljantlaan en het Smaragdplein. Een van de kinderen is met een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht. Een bestuurder reed na het ongeluk weg, maar die persoon meldde zich later alsnog vrijwillig bij de politie. De kruising is afgesloten voor onderzoek naar de oorzaak van de botsing. Waarschijnlijk heeft ook Utrecht maandag last van de staking van NS-personeel. Medewerkers op de stations in Den Haag en Zwolle voeren actie, waardoor er minder of geen treinen rijden, ook van en naar Utrecht. De NS zegt dat ze er alles aan doen om de hinder voor reizigers te beperken. Opnieuw is er examenfraude aan het licht gekomen bij een middelbare school in de stad. Een docent van de passie heeft geknoeid bij het wiskunde-examen. De docent is inmiddels ontslagen. 8 leerlingen zijn gedupeerd. Ze kunnen kiezen of het examen ongeldig laten verklaren en opnieuw maken. Of de vragen waarmee geknoeid is weg laten strepen en de uitslag die dan overblijft laten staan. Behalve bij de passie is ook op instituut Blankenstein geknoeid met toetsen. De Spinoza-prijs, dat is de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland, wordt dit jaar toegekend aan 4 onderzoekers van de Universiteit Utrecht en die van Leiden. Ze mogen ieder 2,5 miljoen euro besteden aan hun wetenschappelijk onderzoek. De 2 Utrechtse onderzoekers krijgen een prijs voor het in kaart brengen van alle eiwitten in het menselijk lichaam en voor het onderzoek naar celontwikkeling. En weet u alles van de kerken in Utrecht? Dan hebben we misschien een leuke vacature voor u. De organisatie Kerken Kijken Utrecht zoekt gidsen die toeristen rondleiden in de mooiste kerken van onze stad. Omdat de oude garda er langzaam mee ophoudt, zijn ze vooral op zoek naar jongeren. Je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben. Interesse in de geschiedenis is genoeg. Voor Kees, die gids is in de Nicolaikerk, is het een droombaan. Omdat het je ontzettend heerlijk Utrechts gevoel geeft om in zo'n kerk te zitten waar eeuwenlang Utrechters hebben gezeten. En waar de sfeer bijna nog hangt van 1000 jaar geleden. De functie is vrijwillig, maar er staan een hoop gezelligheid en interessante verhalen tegenover. Op het Stadhuisplein gaat vanavond het Midzomergrachtfestival van start. Dat is het feest voor Utrecht voor de LHBT'ers. Lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders. De komende 10 dagen zal Utrecht in het teken staan van alle kleuren van de regenboog. De voorbereidingen voor het Midzomergrachtfestival zijn in volle gang. Zo ook bij Café Kalf aan de Oude Gracht. Nou, ik ben nu bezig met mijn café aankleden omdat ik een beetje therapeutisch... Omdat morgen de grote dag is, dan hebben we de parade. En voor het eerst in Utrecht, dus dat is heel spannend. Het COC, Belangenvereniging voor LHBT'ers, vindt het Midzomergrachtfestival en de Kennel Pride hele goede initiatieven. Geschat wordt dat alleen al op de botenparade 20.000 mensen afkomen. Toch had het COC het mooier gevonden als meer de nadruk had gelegen op een feestje voor iedereen. Dus ook diegene die zich niet per se... tot de LHBT-doelgroep vinden behoren. Want ik denk dat we, als ons dat lukt, dat we dan heel erg gaan slagen in het, het een hele toffe en mooie stad zijn. Voor Robert Kalf is de Kennel Pride iets waar hij een jaar naartoe heeft geleefd. Het belooft dan ook een emotionele dag te worden. Ja, het traantje zal er gelaten worden. Maar weet je, als je een heel jaar aan werkt en iets wat je als een utopie eruit ziet... en je denkt van nou, dat is eigenlijk helemaal niet mogelijk. Maar de gemeente heeft zo ontzettend meegewerkt. En als dan de burgemeester ook trots op zijn stad is dat dat mag en dat het kan, dikke pluim. Morgen dan is de botenparade tussen 1 en 5 door de gracht van het centrum. Maar er zijn nog meer uittyps. Flien en Bianca zijn voor het eerst samen te zien in een toneelstuk. Ze spelen de theaterhit Slippers over de eeuwige misverstanden tussen mannen en vrouwen. De voorstelling gaat verder over liefde, overspel en heel veel hilarische verwarring. Maandag in de stad Schouwburg. En tijdens de parkdag laten de verschillende roze initiatieven in de stad zich zien. Voor een eetgroep van homo's en lesbo's tot een informatiemarkt en een disco. Voor iedereen die zich verbonden voelt met diversiteit is het een leuke en informatieve dag in het park. Komende zondag.
heb ik het weer nog voor u. Vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen veel wolken, maar in de middag steeds meer zon. De temperatuur loopt dan op naar een graad of 23. Kijkt u voor meer nieuws op onze website of op de app. En dan wens ik u een heel fijn weekend. Dag!